Ik sta hier aan de infirmerie of de ziekenboeg van het abdijcomplex. Hier werden de zieke zusters doorheen de jaren verzorgd. Momenteel is het gebouw in niet al te beste staat en dat wil ik je ook graag tonen. Zoals je ziet is dit niet in een heel goede staat meer. En hebben we heel creatieve oplossingen gebruikt om te vermijden dat er jongeren 's nachts binnensluipen via de kelder. Alle binnendeuren zijn geblokkeerd via een creatieve constructie, zodat ze van de kelder niet meer op het gelijkvloers geraken.